Je kan maar beter duidelijk zijn. Doe maar met de 32 jaar. En oh, dat is waar eenmaal. Dat is al een tijdje geleden weer voor mij. Te gast zijn Kira en Kares. En ja, welkom dames. Jullie zijn zussen. Ja, klopt. En jullie gaan iets heel bijzonders doen. Maar ik wil eerst weten, jullie doen ook al iets heel bijzonders. Kira, misschien kan jij vertellen wat jullie doen. Ja, ga ik doen. Wij zijn samen van Survival Dutch. Wij geven onder andere Nederlandse les aan voornamelijk internationale studenten in Leiden. We doen het al een paar maanden. En dat doen we op een andere wijze dan gebruikelijk. We blijven niet enkel in een klaslokaal, maar we gaan ook naar buiten. We gaan naar de markt, we gaan naar de supermarkt, we gaan naar een restaurant. En, zodat de drempel lager wordt voor deze internationale studenten om Nederlands te spreken. En lukt dat een beetje? Want het lijkt me zeker met studenten heel erg verleidelijk om de hele tijd Engels met ze te praten. Dat klopt, maar het geeft ontzettend veel voldoening om al na de allereerste les te zien dat ze doei doei zeggen of dat ze vragen mag ik betalen of ja, we nemen ze dan mee naar de supermarkt, mag ik pinnen? En dat geeft voor hen een beetje dat gevoel dat de drempel wat lager wordt en dat ze durven te spreken. En dat is voornamelijk onze insteek, Dare to Speak Dutch. Kares, jij doet dat ook? Ja, ik doe dat ook. Kan jij vertellen hoe jullie hiermee begonnen zijn? Met het idee... Je moet ietsje dichter bij de microfoon. Oh, ik dichter bij de microfoon. Ja. Onze moeder die deed het vroeger, die gaf het aan moeders van internationale studenten. En toen heeft het idee eigenlijk een beetje op de plank gelegen. En toen hebben wij het weer opgepakt en eigenlijk in een nieuw jasje gestoken. En zij is ook hartstikke trots. Vindt het ook heel leuk om ons zo te zien. En hoeveel studenten hebben we het eigenlijk over? Nou, we doen het maximaal in een groepje van 5 personen. Zodat de focus gewoon echt op die 5 studenten ligt. En er gewoon genoeg aandacht is per student. En zijn jullie al lang bezig? Dus om hoeveel studenten gaat het dan al in de geschiedenis? Ik denk tussen de 15 en 20 nu. Oké, okay, ja. Dus je bent er nog niet zo heel erg lang mee bezig? Nee, nog niet heel erg lang. Maar het is echt heel leuk om te zien waar we tot nu toe zijn gekomen. En nou willen jullie iets heel speciaals gaan doen? Ja. Zeker waar, ja. Vertel het maar. Nou, we zijn. Er is een stichting in Leiden, dat heet Stichting Leiden Helpt. En dat is een organisatie dat gezinnen helpt die het niet makkelijk hebben. Er zijn inmiddels 729 gezinnen ingeschreven. En dan hebben we het over 2900 mensen. En zij helpen niet alleen op basis van eten of kleding, maar ook op andere fronten, zoals het geven van juridisch advies. Een kind die jarig is in het zonnetje zetten. Tijdens de zomervakantie activiteiten organiseren. En die doen ook alles vrijwillig. We willen ze graag helpen. Ja. En wat gaan jullie dan doen om ze te helpen, Kira? Nou, we hebben 2 weken geleden hebben een oproepje geplaatst. En iedereen eigenlijk gevraagd. Kijk alsjeblieft in jullie kast. Zijn er kleren die jullie niet meer gebruiken? Zijn er schoenen die jullie eigenlijk willen weggooien? Dan vragen wij hen allemaal eigenlijk op om die spullen aan ons te geven. Zodat wij het, we moeten nog een datum echt vastzetten. Maar waarschijnlijk wordt het 24 december. Dat wij alle spullen afleveren bij Stichting Leiden Helpt. Gaat het dan alleen om kleding of is dat de voorbeeldkleding? Ja, het is kleding, voornamelijk kleding en schoenen. Zij hebben nu wel voldoende speelgoed. Want ze worden ook goed gedoneerd door supermarkten. En ook de Intertoys, als ik het goed heb. Dus voornamelijk kleding en schoenen. Maar ook huishoudelijke spullen en keukenartikelen. Ja. Daar worden ze heel erg blij van. En hoe moet ik me dat dan voorstellen? De studenten die jullie dus Nederlands lesgeven, die organiseren dit samen met jullie? Nee, het is eigenlijk vanuit onszelf. Wij willen zeker rond deze koude weken, koude maanden, willen wij iets doen. En we doen het voornamelijk echt met elkaar. Dat is het idee. Want als wij in onze kast kijken, het houdt ergens op. Maar als we met elkaar in de kast kijken, dan komen we echt een heel eind. En daarmee willen we eigenlijk nu al iedereen bedanken die ons al berichtjes hebben gestuurd. We kregen ontzettend veel berichtjes al op de eerste dag. En dat is ontzettend mooi om te zien. Als er mensen zitten te luisteren die denken, nou, ik heb nog wel wat kleren over. Wat moeten ze dan doen? Nou, je kan een mailtje sturen naar info@survival-dutch.nl. En als je op social media actief bent, we hebben een Facebookpagina. Dat heet gewoon Survival Dutch. En we hebben een Instagrampagina, dat heet Survival Dutch. En daar houden we ook alles bij wat we doen en hoe het tot nu toe gaat. En dan kun je dus ook zien hoe je moet doneren. Ja. En als mensen nou zeggen, nou ja, ik heb geen kleding, maar ik vind het wel een heel goed doel. Ik wil iets anders doen. Kunnen ze ook iets anders doneren? Ja, nou ja, schoenen. Ja. Of huishoudelijke artikelen. Denk aan... Die tosti-ijzer van laatst is gegeven. Ja, we hebben een tosti-ijzer gekregen. Nou, dat zijn ook dingen die
die hartstikke welkom zijn. Ja, voor de duidelijkheid, Kira. Die kleding die gaat gedragen worden. Dus het moet geen kapotte kleding zijn. Of verkopen jullie de stof en maakt het helemaal niet uit of het nog heel is? Nee, wij vragen wel iedereen om goede kleren aan te leveren. En wij zullen ook nog even checken van tevoren, voordat we het aan Stichting Leiden Helpt geven, gaan wij nog even checken of echt of er geen gaten en dergelijke tussen zitten. Ik ben vrijdag was ik ook langs geweest en zij checken ook alles goed en doen ook echt alleen maar goede kwaliteit spullen, zodat ze niet kapotte kleding weggeven. Nou, hartstikke mooi doe. Kira en Kares, nog één keer. Mensen die luisteren die denken, ik wil meedoen, ik wil mijn kleding geven. Wat moeten ze doen? En jullie komen het dan gewoon ophalen, hè? Ja. We spreken op de fiets. Op de fiets, dus. Maar sommige mensen komen het langs brengen, dus dat is ook heel lief. Okay. Ja, en ik ben dan in Den Haag. Ik woon in Den Haag en mijn zusje in Leiden. Dus dit zijn de gebieden waar wij actief zijn. Nou, noem nog één keer het adres van de Facebookpagina of de naam waarom nu jullie te vinden zijn. Survival Dutch. Survival Dutch. Kira en Kares, een warm hart en de Stichting Leiden Helpt, die zal daar vast heel erg blij mee zijn. Laten we contact houden, want ik ben wel heel benieuwd naar de totale opbrengst. En dan hoor het vanzelf wel weer hier in de uitzending zo rond kerst. Dit is Tina Turner met Help en daarna James Morrison en You Make It Real. Voor het laatste nieuws uit Leiden ga je naar sleutelstad.nl. 94.7 Sleutelstad.